Ajax speelt vanavond voor de Champions League tegen Lille. Jarno, jij staat bij metrostation Strandvliet. Wat is daar gaande? Nou, er zijn 100 Lille-supporters met een bus hier vanmiddag aangekomen bij de arena. Die wilden met z'n honderden de metro instappen hier achter mij bij Strandvliet. Maar in plaats dat rustig te doen, hebben zij eigenlijk voor trammeland gezorgd. Ze gingen het spoor op, droegen gezichtsbedekkende kleding, hebben vuurwerk afgestoken. En daar is eigenlijk een hele kolonne met ME en politie op afgekomen. Die zijn eigenlijk nu sinds een uur of twee die 100 supporters die allemaal aangehouden zijn in bussen aan het stoppen. Ze zijn ze aan het fouilleren en die worden met z'n allen op een andere plek naar waarschijnlijk een cellencomplex gebracht. De vraag is nog wel of zij vanavond de wedstrijd gaan meemaken. Maar in ieder geval begint dat goed vanavond. Vanmiddag waren we ook op de Dam, waar we Lille-supporters spraken die zich in ieder geval wel wisten gedragen. Lille, 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 Lille. We're gonna win against Ajax. 2-0. 2-0 for Lille. Sorry, 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 sorry Ajax. But 2-0? 2-0, 3-0? No, allez. 2-1, 2-1, but for Lille. I think, sorry, but... Ajax is semi-finalist last year. Yes, I know. Last year, yes, of course. It's a big team. But I think Lille is a surprise like Ajax last year. I think. I think a victory for Lille. Why is that? It's a Giroud. Is that why? Pourquoi ça? Because we are the best team in Europe. The best team, yeah. One, two, for Ajax. For Lille. For Lille. Lille. Ajax. We want. Oh. Lille, it's the best club and in Europe. Yeah. Europe, yes, in the world. We will win. We're just very optimistic. Yes. Ole, ole. Did you already drink? Ja, vanavond om 9 uur, dan is die wedstrijd, dan begint die. Wat kunnen we verwachten van Lille? Ja, het is natuurlijk de eerste groepswedstrijd voor Ajax. En dan is het zaak dat je gelijk de 3 punten pakt. Vorig seizoen startte Ajax ook thuis. Dat was tegen AEK Athene. Maar die bleken van de 4 in de pool toch wel de minste te zijn. En dat is van Lille niet te zeggen. Het schijnt een venijnig counterploegje te zijn. En daar moet Ajax toch wel mee om kunnen gaan. Wij gaan vanavond naar de wedstrijd toe. We zullen daar achteraf spelers spreken. En die interviews zijn allemaal terug te zien op at5.nl.